Welkom bij deze korte SketchUp video. In deze video wil ik het hebben over de rechthoek. En die kan je tegenkomen door de R van rechthoek in te duwen, of de R van rectangle. Of je gaat hier naar de werkbalk en daar heb je een rechthoek. En je weet dat als ik een rechthoek maak, dat ik moet klikken. En dat ik een eerste klik doe en een tweede klik. En dat je ziet dat hij van hoekpunt naar hoekpunt gaat. Maar dat wil je niet altijd. Soms wil je dat die vanaf het hart gaat. En het hart van het rechthoek, dat ligt daar. Dus zou ik, zeg maar, met dezelfde maat een rechthoek kunnen maken, getekend vanuit het hart? Ja, dat kan. Als ik opnieuw naar het rechthoek ga en ik let hier beneden op de opties die ik heb met mijn optietoetsen, dus de Ctrl en de Alt en de Commando als je een Mac hebt. Ik werk in dit geval op een Mac. Als ik nu de optietoets induw, dan zie je wat veranderen aan mijn icoon. Namelijk nu gaat hij van hoekpunt naar hoekpunt. En nu zit hij in het midden. Nee, nu zit hij in het midden. Dus als ik nu een klik geef en ik beweeg, dan zie je dat hij vanuit het midden start. Dan kan ik hier een beetje gaan voelen of ik dezelfde maat te pakken heb. In elk geval dezelfde breedte. En dan kan ik weer een klik doen. En voilà. Ik heb exact dezelfde breedte. Ik kan ook hier zo nog een keer de helft van maken. Dan toets ik nu vast de optietoets voor Mac in of de controle voor Windows. Ik veeg hier over de helft heen. Klikken. Voilà. Is dat mooi of is dat niet mooi? Dus er zijn meerdere opties. Hou altijd die balk in de gaten. Daar staan opties en naarmate versies vorderen komen daar heel soms ook nog eens opties bij. Veel plezier met dit SketchUp weetje. En ga er lekker mee aan de slag. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende video. Doeg!